achter staan. Ga je achter je stoel staan. Groep 3 van de Anne Frank School kreeg vandaag bijzonder bezoek. Labrador Paco kwam een uurtje in de klas. Paco was op bezoek omdat veel kinderen bang zijn voor honden. Daarom kregen de kinderen les over hoe ze met honden moeten omgaan. De kinderen hebben veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe je een hond een koekje moet geven. Kijk, je doet je hand uitsteken en dan laat je je hand zo. En dan pakt hij hem zo uit je hand. Dat je niet langs een hond moet rennen. Heel goed. Hey, en wat moet je ook alweer doen als een hond op je springt? Wat moet je dan ook alweer met je armen doen? Je armen voor je gezicht houden. Wil je dat eens voordoen? Als ze in de tuin aan het waken zijn, dan mag je niet in de tuin komen. Heel goed. En heb je nog meer geleerd vandaag? Ja. Vertel maar. Als ze de pootjes naar binnen onder zijn buikje hebben en de staart, dan is ze bang. Het project Hond op School is een samenwerking tussen Vereniging Hondvriendelijk Groningen, Hondenschool Stadspark en de gemeente. Waarom deze lessen? Nou, eigenlijk met name om wat meer begrip te krijgen voor honden in onze maatschappij. En ervoor te zorgen dat kinderen ook wat beter weten wat ze wel en niet kunnen doen met een hond. Om bijtincidenten onder andere te voorkomen. Maar ook, het zijn niet alleen maar bijtincidenten natuurlijk, waar honden overlast mee kunnen veroorzaken. Ook opspringen, achteraan rennen en zo. Dat zijn natuurlijk ook gedragingen waar mensen last van hebben. Het project bestaat uit 2 lessen. De eerste les komen er nog geen echte honden mee, maar leren de kinderen aan de hand van knuffels en plaatjes de lichaamstaal van een hond begrijpen. En dan gaan we daar de tweede les eigenlijk wat meer praktischer op in. Dan komt er ook een hond mee. En dan gaan we oefenen met hoe aai je een hond. En hoe loop je langs een hond als je die op straat tegenkomt. In de toekomst hoopt de vereniging Hondvriendelijk Groningen op alle basisscholen in Groningen deze les te kunnen aanbieden. Het liefst zouden we eigenlijk alle kinderen groep 3 elk jaar. Alle kinderen groep 3, dan nemen ze dat mee naar... Naar de rest van hun leven, want de kinderen nemen het ook mee naar huis. Zeggen ook van tegen de buurman, hé, je moet je poep opruimen. Ik bedoel, dat is ook altijd heel gunstig. En als je dus, dan heb je eigenlijk de hele kinderschare op een gegeven moment gehad. Dus dat zou alleen maar goed zijn. Hè? Aan het einde van de les kregen de kinderen een diploma mee naar huis, waarop staat dat ze weten hoe ze met honden moeten omgaan. Ja, ik heb het gedaan.